Welkom dames en heren bij Fanmail aflevering 34. Een nieuwe week, een nieuwe ronde, een leuke fanmail. Ik zie dat de ene kant is heel slap en de andere kant is gevuld met iets. Ik kan erop drukken en het voelt hard aan. Ik ga hem gelijk openen. Oh, het is een brief. Of wat? Er zit iets bij, maar ik wil het nog niet pakken. Maar ik heb het nu al gezien. Shit. Hallo Vincent, ik ben Teun van Hassel. Hallo Teun. Ik ben 12 jaar en ik ben een grote fan van je. Ik kijk veel video's van jou, zoals Disneycraft. En laatst keek ik ook nog een Minecraft video genaamd De Engste Map Ooit. Dat vond ik een hele leuke video. Ik hoop dat je meer van dat soort video's komen. Ik hoop het ook, maar het ligt er een beetje aan wanneer de leuke mappen zijn. Als het een goede map is en als het een leuke map is, dan is het ook leuk om naar te kijken. Dan vind ik het ook leuk om te spelen en dan wordt de hele video leuk. Ik heb van jou een tekening gemaakt. En laatst zag ik in een video van jou dat je Pixar-poppetjes verzamelt. Dus ik heb een Pixar-poppetje voor jou. Dat is echt heel cool. Bedankt dat ik in een video van jou mocht. En ik blijf kijken naar je video's elke dag en nacht. En nacht? Holy damn! En misschien tot de volgende keer. Nou, super. Teun van Hassel, ik ga kijken wat je hebt gestuurd. Want ik ben heel benieuwd. En wat ik ook zo bijzonder vind is dat je... gewoon heb meegekregen dat ik Pixar-poppetjes verzamel. Ik zie hier een dino. Ik had hem al, maar dat maakt helemaal niks uit. Want nu heb ik hem dubbel. En ik vind hem wel heel tof. Want misschien heeft hij al meer details dan mijn dino. En ik zie hier een Marvel-poppetje. Hoort natuurlijk. Marvel hoort ook bij Disney, joh. Superleuk. En een lolly. Wel heel erg feestelijk ziet hij eruit trouwens. Supercool. En nog een Pixar-poppetje. Super bedankt. Of een... En er zit nog een tekening bij. Ik was hem bijna vergeten. Wow. Vincent versus de zombie. Holy shit. Dit is nog creepy ook. Ik denk dat ik win. Want ik heb van die special powers. Van die bliksemschichten der die zombie. Ik vond het heel leuk. Ik zeg vooral. Geef een groen duimpje aan Hassel. Aan Teun van Hassel. En Teun. Super leuk dat je een fanmail hebt gestuurd. En wil je ook een fanmail sturen? Geef... Of zeg van, Vincent, ik wil je adres. Geef me adres. En dan stuur je dat even naar vincentbrietjes@gmail.com. Echt super tof. Bedankt voor je Pixar-poppetjes nogmaals. En tot de volgende keer. Saluta!